avond, tegen het einde van de middag en de avond, wat main content kunnen doen. Althans, dat is de bedoeling, afhankelijk van hoe het natuurlijk allemaal uitpakt. Om, you know, dat ineens weer bevestigen. Twee keer zelfs. Drie keer zelfs. Dat Ubi Connect al open? Oké, het zal wel. Het zal wel moeten. Checking for adults. Ik heb gewoon bijna 22 uur al in de game zitten. Wow. Dat had 2 dagen tijd. Eens even kijken. Wij zijn in Repcon van hem, want we hebben wat side content offline gedaan. Kan ik alleen nog niet pakken en die geloof ik ook niet. Moet ik op een bepaalde missie zijn dat er een deur open gaat, dus. Dus van nou, laten we hem even niet doen. 50, deze kunnen we dadelijk in ieder geval even gaan doen, de raid. Dat is ook maar een paar minuten. Dus laten we in ieder geval hier eens even kijken, de zaak pakken. Recruit, zo te zien. Main missie wachten we even mee. Even kijken, oh. Die kan dan. Kunnen we liepa? Was dit een recruit, geloof ik, hè? Had ik even gecheckt, konden er 100 recruit in totaal. If it is strength you require, you need look no further. Oké, komt ie maar. Together we'll force open the doors of the old father's hall. Even heb ik in ieder geval een volledige boot vol met van die, die warriors. Eens even kijken, want hier zat ook her en der wat goudpuntjes, zag ik. Oh god, hier zo'n blaadje, weer een tattoo. Even kijken, hier zit ook wat onder me. Nu moet ik sowieso zijn het huis van die warrior vinden. Hij is alleen. Oké, is dat in deze niveau niet, want deze deur is open. Ik heb een sleutel gekregen. Van een huis. Ook helemaal leeg. Looten, zei die. Ik ga gewoon verder kijken of we nog meer loot zien. Dertig meter boven me zit bier. Oh, het zit daar.
Oeh, god. Het gaat weer wat worden. Mee. Ik heb ze moeilijker gehad. Niet hard roepen. Ja, wit. Norse Emblem Scheme. Hmm. Wacht, dit is op slot. Dit kan wel eens. Kijken. This must be that old raider's place. He said he wanted me to have his things. What do you see? Nou, een of andere gitaar. Is that everything? Uit dit wat ik kan dragen, weet ik niet wat er gaat gebeuren. This crate is filled with songs. Must have taken a long time to write them all out. I should return it to the old raider. Oké, dat verklaart het. Wacht, daar kan ik zo te zien oversteken. Denk ik. Ik weet alleen niet of dat werkt als ik wat vast heb. Maar gaan we achterkomen. Ja dus. Kut, dan ben ik de kat kwijt. Had ik die laatste jump moeten. Nee, dat haalt hij dus niet. Huh. Oh, wauw, gewoon rechtdoor. Oké. Okay. Gaan we die krat weer proberen te halen. Ik trek hier, want ik weet niet precies waar dat huisje zit. Oh, kut. Oh. Die hoeft daar niet. Dit huis, geloof ik. Lijkt het goed? Nee, dit huis, want het was open. Wegvallen. Ah, joh. Berg. Dit was voor mij. Ja, hier hangt die noot aan. Dit keer zegt ze er niks over. Oké. Okay. Volgende poging. Aha, waar hebben we net gehad? Woep woep.
Mag die nou niet meer plaatsen? Hier ook niet plaatsen. Of ik hier gewoon moet gaan zitten. These are some trinkets you left behind, old man. Ah, you've come back. Why are you wasting your time with me? This crate has all of your written songs. This is not a gift I can accept or repay. You'll want to revisit these someday. They should stay with you. I had forgotten all about them. Something to work at on this new journey of mine. You have only the setting sun to tell you when to stop. And maybe not even then. That is twice you have earned my admiration. Please, tell me your name. Eivor. Eivor. If the gods will it, I will find my seat at Odin's table before you. And there I will speak of you so that when the time comes to claim your seat, they will greet you by name. Oké. Als je dat doet, hè? Niks mis mee. Eens even kijken hoe je side story kunnen doen. Waar hangen wij aan? Ik denk dat er hier nog wat met het fort gaat gebeuren. Dat daar een muur of een paal of iets komt zo meteen als dat we verder in de story zijn. Zo. Moet ze nog verder onder me. Oh. Waarom ligt hier een schip zo ver op het strand? Dat via deze dungeon zijn. Natuurlijk. Oh, in line. Op je stel aan het midden. Right, hier trekken we de story. Oké, dus daar kan ik niks mee. Even kijken. Hier hebben we nog een plaatje, zie ik. Dat is een ander gebied. Missie, ik weet alleen niet meer wat. Eigenlijk konden we dat niet, dus we hebben hier een blaadje en dan die reed sowieso nog. Daar moet de power level 90 voor zijn. Die is gebukt voor me. Level 55. We kunnen eventueel hier ook nog verder zo meteen. Beowulf en de bezorger zitten allebei hier in East Anglia.
Het hele gebied kunnen we in ieder geval vanmiddag verkennen en een beetje gaan doen natuurlijk. Daar kregen we ons gereten. Ja, we gaan eens even kijken of we pagina's kunnen krijgen. Daar lag wel blij. Altijd fijn in een bepaalde fort proberen zo'n plaatjes te pakken te krijgen. Moet je zelfs weg gaan waaien? Oh nee. Oh, dat is deze. Hoe kwamen wij daarbij? Af dat platform. Doken we niet ver genoeg. Een goed renner. Wel verwachten dat vanaf hier. Kijk, okay. Lukt wel, maar niet ver genoeg voor dat ding. Goed, naar beneden. Heb ik al op verschillende plaatsen gehad. Iets vast blijft hangen. Nou, gewoon een poging. God. Au, au, au.
You in the bush, rat. Work with me. Oh, supply chain. Wat? Waar? Serieus? Maak je daar net een enkel zodat ik je niet kan volgen? Pak of dan. Dat wel, mochten we dat kampje ooit mogen reden. Dat schiet niet op zo. Hier inderdaad iemand gekild, maar... Oh, nu moeten we bellen. Ah, die ligt er toch al even. My battle kennings have worn thin. I am no longer the reed among shields, the glimmer blood, the hallowed skull crack. The scourge of Swan Roads. The iron throng. The lender of silver gelds. I only wish to be a freebooter. Someone who writes their own destiny. Be glad you head to Valhalla with a poem on your lips. Oh. Ja. What the fuck is dit weer voor een parcours? Haast dingen, onder dingen. Ja. Rent hij weer de verkeerde kant in. Wauw. Ding is al erg genoeg. Dat het parcours niet fatsoenlijk werkt. Oeh, dat was best diep. Kijken of ik dit nog van een andere angle kan pootje, zo gezegd. Kom, spring het, trut. Godver. Ja. Oké. Nou. Laat maar. Pots. Mm-mm-mm-mm-mm.
Altijd fijn. Ik ben onvolledig eindelijk. Dat die pop-ups die we kregen. Wauw, zou ik dan eindelijk ook niet meer laten zien als mensen online komen. Zou ze het eindelijk gefixt hebben met een update. Ik loop gewoon op dat touw. Jezus. Oké. Wauw. Ik denk dat je niet nog meer tijd kunt verliezen. Het kan. Waarom gaat hij hier elke keer naar links? Hele buggy tattoo. Dat is een feit. Was dat? Ja, dat was wel heel duidelijk dat dat er iets niet helemaal goed gaat op het moment. En weer springt ze gewoon naast de touw. Lekker terug op game, echt waar. Yubi, fix je shit. Je wilt dat ik parcours, dan moet je ook zorgen dat het parcours werkt. Wel moeilijk genoeg laten staan als je moet proberen een achterstand weg te werken, want dat lukt meestal niet. Ik ben die dingen niet op gemaakt. Ability telt. Of dat hoger wordt dan dat met ability damage. Dat zou wel heel cool zijn. Kun je inderdaad iemand doodstompen. Wij moeten daar in ieder geval heen. Out of combat nou. Met J kan we als goed is onze boot zwemmen. Ik ben benieuwd. Laten we dat eens proberen. Werkt dat alleen als we bij een dok staan? Ik mag hier wel in vasthouden, dat maakt ook niet uit.
Off we go. Boat die jongens. Op naar de monasterie om te reden. Zo, nu de mast naar beneden, naar boven doen. Wauw, precies voor de brug. Mast up! Need to row our way out. We can use the sail here, Abel. Sail! Catch the wind. Hold on, good skill. Too risky now. Weer een fast travel point. Dat is mooi. Good sailing wind here, Eivor. Hush now. Een ship must be pointed towards the shore. Nou, oké dan. Let's go. We fight. Daar komen ze allemaal in de fik, maar die wijven. Brand goed hier. Help me out here.
Ik heb al 4 liggen voordat mijn warriors bij me zijn. Oké. Okay. Evil had een frozen hoofd, ja. Die is ook gespiest aan zijn eigen zwaard. In de nek en hoofdje eraf. Oh, hier moet ik op een ding schieten. En dan natuurlijk even wachten, want daar raak ik weer in de fik. Kan je een force entry doen? Nou, kan ik gewoon de deur open doen. Goed. Kruisje goed. Mist 2 welden. Dit gebied te gaan kloppen. Want hier zit er sowieso eentje. Eigenlijk. Maar eens opgeven tot na aan die. Ja, dat zijn de 2 welden. Dan hebben we hier nog een quest. Daar kan ik niks mee. Ik weet al niet meer wat hier. Oh, die. Was die sauce, hè? Even gaan kijken weer. Volgens mij was dat toch alles source kapot maken, maar dat heb ik geprobeerd, maar dat werkte niet echt. Of moet ik alles in één keer kapot? Steeds een beetje vreemd dat die sidequests die je krijgt van deze event, zeg maar,
Dat je die nergens terug kunt lezen. Kijk, misschien is de quest nu gereset, nu we uit de game zijn geweest. Yes, dan kan ik misschien een andere quest ook weer doen. Altijd die roef. Moeite aan. Nou, laten we eens even kijken. Oh nee. Oh wacht, die kan ik misschien nou wel, want ik ben volgens mij nou 3. F7. All right there, you speedy hare. No entry to you past this point. Without a password to anoint. Stand aside and let me in. I'll have no qualms wiping clean that grin. You'll be less pale, more black and blue, and none shall care for the likes of you. Oh God, a poet just like me. Yes, yes, your entry will be free. Now ball your fists and step right in. There's fun to be had, and bones broken. Are you ready? Oh, looking. Perfect. Okay. Ready. Splendid. Let's see if you don't take a fall against the one they call the Wall. Edward of Lincoln. Watching you rub bodies was an absolute treat. You moved just like a noodle, my favorite thing to eat. It would please me to no end to watch you fight again. So whenever, now or then, return promptly to my den. Right, ah, now. Back again. Ready for more? Ready. Split. There may be. Ops. Echt de perry niet van elkaar. Bam. Deze quest nou ook klaar. Ik dacht dat we hier moesten gaan flighten omdat we Charisma 3 moesten hebben, maar kijk maar, is dat een fight club? Maar dan zijn we nog niet klaar. Moet ik een bepaald level zien te krijgen daarvoor. Ready.
I think it's time your head got stung, for none remain. The champion of the BBB? Zou dit laatste zijn? Seems to me you've proven to be champion of the BBB. I am honored, I think. Go on now, carry our name with only pride and never shame. Remember how it was you came to be blessed with so much fame. Farewell. BBB membership. Wow. Weer een questje compleet. Ook nieuw ook zijn. Ga ik eens even kijken of dat hij nu geunbukt is. Yo, Moeske. Goedemiddag. Even kijken. Ja. Ja, mijn rations weer bij voor hem net gebruikt. Hoop ik dat deze quest gereset is. Op dit moment. Ik weet niet of dat een goed teken is. Kan ik niet namelijk. Kan ik wel binnenkomen? Ze zegt gebukt. Ik denk dat we deze nooit 100% kunnen doen. Dat zou kut zijn. Eens even kijken. Dit gebied, dat is al level 55. Oh, we hebben toch get-ups. Wat was dat? Nou, dat zal nog wat zo zijn. En dit is... Het is census making spul. Oh. Die is dan wel weer interessant. Melee resistance. Health damage. Wil je even geven? Oh, die is niet connected. Moet sowieso buitenlangs. Oh.
Okay, het zijn allemaal geen verkeerde punten. Doen in dat gebied natuurlijk. Waar we gewoon naar de overkant gok ik. Wel een kant. Wel richt. Dingen varen. Run up the sail! Anglia. Bring the sail in. Oh, en we meteen in combat. Anya's watch. Zo, dan zien we wat hier. Dit is een gekoter gebied, dus als we dan eerst daarheen gaan. Even dat kleine gebied aan de bovenkant kennen en dan zo naar beneden werken. Options. Wat was hier op mijn longboat schieten net? Chicken shit, hè? Huh? Biggie. Even hier denk ik naar een world event.
Legend speaks of treasure in these caves, the same legend and may have brought you here too. I survived with my sanity, but only just. Now hearken to my words. No treasure is worth your immortal soul. But if you must venture into the unknown, listen not to the voices nor the whispers and gaze not into the void. Tabletachtig hier. Krimskreeuws? Of snakes. Dat zou ook bij zijn. Ja, dit loopt in ieder geval dood. Ook dood. Dus ja, dan kan maar één kant op, hè. Hier nog openingen tussen. Hoe moeten we hiervoor? Echt nog niet eens hier in de cave. Oh. Wil het dan doen? Hier ook weer. Hij moet hier liggen. Be my eyes, Sunil. Slecht, dus het zal toch wel iets beneden zijn. Dat dit gewoon de ingang van Oemp aanduidt of zo. Wel uit, laat ik het zo zeggen. This woman speaks of her child, Grendel. A cruel fate the gods have woven. My boy, sweet little Grendel, my eyes see nothing but a helpless tiny thing. Perhaps his form is like no other, but my heart feels an immense love, like God's love. I cannot feel him. They say he will not live long, but I will do anything for my baby, my Grendel. Ja, die pilaar die er zit, maar rechtstreeks aan de muur. Oké, okay, what? Dark spirits torment this land.